Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 23, mijn nieuwe aflevering van Let's Play the Pikmin. En de vorige aflevering heb ik laten zien hoe gemeen dat de AI dan niet kan zijn. Hoeveel dat er kan glitchen, hoe vaak dat ze het wel niet kiezen. Ik ben gewoon slecht in het spel, denk ik. Ik weet het niet meer. Maar goed, we hebben de Forest of Nope hebben we helemaal uitgespeeld, klaar. En hebben we dus zeg maar de Distant Spring erbij gehaald, waar ik weet niet hoeveel bars weer te vinden zijn. Maar ik wil toch eerst terug naar de Forest Devil om daar het een en ander voor elkaar te gaan krijgen. Dus zonder enig op onthoud. Bij de Forest Devil, daar gaan we naartoe. Land in this region? Jazeker. Laten we proberen een uitdaging. Laten we proberen 3 parts. De voice crack. Ik wil 3 parts voor elkaar zien te krijgen, dus lijkt me wel iets leuks om te doen. Dus wat ik dan nodig heb, is... Nou, ik kan voor de gele gaan en alvast wat bommen, maar dat doe ik wel als ik tijd over heb. Want ik weet zeg maar dat 3 parts met battle best wel te halen is. Maar wat ik dan nodig heb, is 50 blauwe. En 50 rode. Geel die is echt alleen maar voor bommen nodig. Dus vergeet niet, de rode die zijn zeg maar sterker in aanval. Alleen blauw kan tegen water. Dus, en aangezien dat er ook nog ergens hier een shipart in het water ligt. 49. Huh? Hebben we hier dan weer een Pikmin die ergens nog onder grond zit dan of zo? Of misschien vergis ik mijn eigen. Eens even kijken. Hier hebben we de kaart. Ja, daar. Oké. Okay. Dat weten we ook weer. Hartstikke leuk om te weten. Oké, okay, we hebben er nog een paar blad Pikmin tussen zitten. Hopelijk gaan ze niet allemaal net zoals Steve doen. Want een steef, daar zitten we niet op te wachten. Ja, het beste is om maar zo te gaan lopen. Want anders komen jullie toch alleen maar vast te zitten. Daar heb ik je zin in. Shipgrubs! Ja, Shipgrubs! Oké, spring op een hoofd, spring op een hoofd, spring op een hoofd. Oké, ik werd aangevallen door een... En daar heb ik je zin in. Ah, die vliegers. Oh, au, au. Die is op het aanvalspad. Dat willen we niet. Zijn we er een kwijt? Nee, nog niet. Blijf hier. Zijn we compleet? Hebben ze alle 99? 92, 93. En de rest. Dank je. Jongen, 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 jongen. Oké, nou, wat we dus eerst moeten doen. We moeten eerst zorgen tot... Oh, wolly. Ik haat je. Kom hier dan. Spring dan. Maak hem af. Hou hem vast. Nee. Oh, ik haat Wally World. Oké, sta je richting het water? Ik hoop het niet. Nee, niet echt. Oké, Pikmin zijn safe. Toch eventjes nog in de gaten houden, tot ze niet in het water vallen. Anders hebben we allemaal Ben. Oké, nee. Ze zijn safe, dat is het belangrijkste. Oké, nou, daar zijn we geen Pikmin aan kwijtgeraakt. Want ja, deze Blowhawks, daar zitten we veilig mee. Jullie vechten heel eventjes met deze. Allemaal graag. Pluk ik deze heel eventjes. Eventjes een beetje zorgen dat we dus zeg maar niet met vijanden gaan lopen klooien dadelijk. Oh, dat was wel een beetje een gevaarlijke vlammenwerper in de buurt hier. Daar hou ik niet van. Oké, nou, als ik niet vergis, 42, ja, want we hebben geen gele achtergrond, of geen blauwe verloren, alleen maar. Oké, dan. Ken ik jullie al hierbovenop gooien? Dat zou alleen maar handig zijn. Want daarboven hebben we dus al een van de shipparts waar ik dus zeg maar mee wil beginnen. En ik weet dat ze hier gras kunnen vinden. Oh ja, eentje die drinkt heel die nectar op. Dankjewel hoor. Nou, als jullie daar alvast mee kunnen beginnen, dan ben ik heel erg blij. Want dan kan ik de blauwe heel even pakken. Want er zit hier namelijk nog een shipart. Oké, we hebben 49 blauwe bij ons. Ja, daar ben ik wel tevreden over. Oké, want we hebben hier dus nog meer Wallywalks. En ja, deze moet helaas verslagen worden. Wat je wil doen is, ja, Wallywalks. Op het moment dat je een heel leger bij je hebt, dan wil je ze dus zeg maar zorgen dat ze aan kunnen vallen. En dan hoop je tot dat gebeurt. Tot ze dus niet weg kunnen springen. En tot je ze dus zeg maar helemaal kan swarmen. Zodat ze dan eigenlijk gewoon verpulverd worden. Dat is de manier waarop dat je een Wallywalk eigenlijk wil verslaan. Op het moment dat ze springen. Wees zo snel met je fluit.
En fluit ze terug. En soms helaas, dan komt de pallet helaas toch op zijn Pikmin terecht. En dan count het als los. Maar we hebben in ieder geval 2 Woolywogs verslagen zonder dat we schade hebben genomen. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Nou, dan hebben we hier... hebben we dus zeg maar ook nog... Nou, weet je wat ik doe? Ik heb een veel beter idee. Als ik heb er 40 nodig. Dus... 1, 2, 3, 4. Jullie doen dat even. En jullie... mogen heel eventjes deze meenemen. Want dit is een van de shipparts waar ik het over had. It's the anti-dioxin filter. This fits over the rocket's exhaust ports and filters out all the disease-causing agents from the ship exhaust. That means I'll be able to move around without polluting the planet's atmosphere. I feel worlds better. Ja, anders krijg je Greenpeace nog op je neus. Dan weet ik ook niet hoe dat precies zit. Oké, nou, en... heb ik weer die glitch bij me? Ja, ik heb weer die glitch bij me, hoor. Tot die zegt dat ik 1 Pikmin bij me heb. Maar die heb ik helemaal niet. Maar ik heb 1 Pikmin. Jongens, jongens. Zo, jullie blijven daar maar heel eventjes mee bezig. Want die rode die daar ook bezig zijn... gaat die mee? Ja. Die rode die zeg maar daar nou ook bezig zijn. Oh, die zijn al klaar zelfs. Het leuke is met die rode, die kan ik dus nou roepen. En tegen die rode kan ik zeggen... help eens eventjes mee met die brug. De Gravity Jumper. Ja, heel erg leuk. Nou, dus jullie kunnen daar even mee helpen. En ik zie er één onder de brug staan. Dat is niet goed. Kom op. Meekomen, guy. Oké, nou, help eventjes hun mee. Dan, ondertussen dat hun met die brug bezig zijn, ga ik gelijk even terug weer naar onze homebase, zeg maar. Of duurt dat nog wel even? Nou, op zich valt er wel mee. Ik denk dat ik gelijk eerst even die baas kan aanpakken dan. Want dit team, wat hier nou met die brug bezig is, daarmee wil ik ook een baas gaan verslaan in deze aflevering. Dus... volgens mij staat de helft maar gewoon toe te staren. Jongens, staan jullie nou letterlijk even jullie gewoon toe te staren? Jongens! Meehelpen! Goed zo. Oké, nou, ik heb hier een paar blauwtjes tussen zitten, dus... ik heb er een paar onder de brug zitten. Nou, ik heb hier dus een paar blauwtjes tussen zitten. En de reden waarom dat je dus beide kanten wil hebben is in verband met... ja, tot je de bommen later kan pakken. Ik heb nou nog 42 rode. Dat is meer als dat. De rest is allemaal blauw. Want we gaan nou namelijk naar een vuurgebied. En bij dat vuurgebied, daar hebben we helaas weer een Woolywog. Kunnen we nog 1 nectar misschien krijgen? Ja! Oh, nice! Oh, dat is nice. Nice. Goed zo. Goed zo. Ik ben blij. Want we hebben hier namelijk nog 1 Woolywog die we uit moeten schakelen. En oeh, nog meer nectar. Kom maar, kom maar. Deel het. Braaf. En die Woolywog die willen we als eerste uitschakelen. Dus kom maar, Wally. Oh, Shagrubs ook nog eens een keer. Nee, die kunnen we niet meer redden. Oh. Oké, nou eerst kijken of die niet tijdens een gevecht met de Woolywog, jongens. Ik heb echt de slechtste timing hiermee. Anti-dioxin filter. The laws of deep space require all ships to eliminate all pollutants. I have now recovered 13 parts. I am so happy. Oké, nou hou hem vast. Hou hem vast. Hou hem vast. Hou hem vast. Nee! Ik ben er geen kwijt. Jawel, er zijn een paar verpulverd. Nou ja. Jammer. Oké, nou ga ik even wraak nemen op Henry. Die dus helaas gesneuveld is in battle. Vat hem. Waarom moet je mij hebben? En stop nou eens met alles mee terug te dragen, jongens. Serieus. Oké, nou, ik heb 35... ik heb 35 Pikmin bij me. Oké, wat we moeten doen. Dus we hebben hier dit beest. Die wil je omswarmen. Dan valt die. Dan fluit je al je Pikmin terug en die wil je op zijn kont gooien. Dat is op zich niet zo'n moeilijke baas deze. Best wel makkelijk. Zeker als je hem in één keer krijgt. Alleen het nadeel is, hij doet zijn spooraanval nog.
Ik wil wel zeggen, je bent gewoon... Waar is mijn team? Serieus? Ik had zo... Nou ja. Ik verlies overal Pikmin. Ik snap er echt helemaal geen ene drol van. We hebben nog heel veel parts die we nog op moeten halen. Dus dat team dat blijft heel eventjes daar staan. En dan ga ik heel eventjes team blauw even ophalen om dat andere part op te halen. En de rest dan vul ik op eventjes met rode en gele. Want daar heb ik een 24 staan. En ik snap niet waarom dat die één glitch bij mij nou de hele tijd blijft hangen. Ah, ik word hier zo moe van. Ik word hier echt moe van. Ik word hier zo 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 moe van. Oké, okay, nou. Team blauw. Jullie gaan even met me mee. Even kijken. Dan neem ik 15 gele met me mee. Ik denk dat dat wel zat is. Ja. Mooi. En de rest gaat nog even mee in team rood. Ik hoop dat dat ook genoeg is. Nou, ik denk dat ik eigenlijk veel te veel blauwe bij me heb. Doe maar even een paar blauwe terug. Doe maar 30. Zo. Dan wil ik even wachten tot ze erin zitten. Kom op. We moeten nog 2 parts ophalen. Goed zo. Nou, meekomen jullie. Mee. Mee. We hebben parts op te halen. Team Blauw die gaat zeg maar voor die ene part zeg maar, die nog bij die brug zit, zeg maar. Nog voor de 300ste keer, zeg maar. Oké, we hebben... Weer 69 Pikmin en spel. Weer! Oh. Dit spel, Laat het gras liggen. Oké, nou, eerst naar die brug. Team rood, jij gaat even hier staan. Team blauw gaat dat ding meenemen. Zo. Nou is die glitch ook in één keer weg. Jullie gaan eventjes hier staan, want jullie heb ik daar ook nodig met de bommetjes. En jullie, die heb ik nou nodig. Want hier... Kunnen we de Omega Stabilizer meenemen? I absolutely must have this piece in my battered ship. In order to, if it's ever going to fly straight again. It has steered me through countless deep space storms. That, and it looks rather cool. En ja, dan heb je ook nog eens een keer een probleem dat je, ik weet niet hoe hard tegen een meteoriet aan bent geknald daarmee. Maar dat maakt niet uit. Wie ben ik om daarover te argueren? Maar volgens mij heeft dat ding maar 10 nodig. Dus ik hoop dat ik ze beide mee kan nemen. Oké, nou, hun zijn daarmee bezig. Meenemen alles. Huppakee. Wegwezen. Kun jullie niet meer zien. Nou, de reden waarom dat je hier rode Pikmin voor wil gebruiken is... Op het moment dat je... Auw. Rode Pikmin gebruikt, dat hij eigenlijk heel erg veel pijn. Want moet je mijn schade in één keer zien. De reden waarom dat je rode Pikmin wil hebben... Rode Pikmin zijn immuun voor vuur. Dus dan hoef je je geen zorgen te maken over dat vuur en alles wat daar gebeurt. Dus, nou, hier hebben we alles... Ja, nou hebben we ook nog eens een keer een sirene die afgaat. Omdat ik te veel schade heb opgenomen. Dankjewel, spel, voor mij te vertellen dat ik veel schade heb. Boeit me niet. Ik zit safe. Ik wil hier gewoon naar de bommen meenemen. Ik weet zeker die ene Pikmin. Die komen op tijd aan voor de shipparts. Dus dan hebben we onze challenge hebben gehaald. En die 3 Pikmin. Of de 15 Pikmin die we hier bij ons hebben. Die kunnen we ook nog, zeg maar, inhuren. Om dus, zeg maar. Ligt die niet meer? Nou, blijkbaar niet. Oké, okay. Wel? Oh, oké, okay, we hebben 15 bommen. Nou, de eerste die is binnen. En het voordeel is nogmaals, als ze bij je schip staan, zitten ze safe. Laat je ze niet achter. Heel erg belangrijk. Gravity jumper. This anti-gravity device allows me the dolphin to swim gracefully through the sea of stars like a dolphin. Aha. Oké, okay, we hebben 14 parts. We moeten nog 15, zeg maar, voor het laatste wereldje te openen. Goh, wat hoog in dat laatste wereldje zitten. Doei. Oké, okay, nou, we zijn geen Pikmin aan het kwijtraken. Hun zijn ook al mooi aan het lopen. Dat is goed. Ik ga eventjes een paar stenen muren even dan opblazen. Even kijken, er zat er eentje. Er zaten er een paar bij base. Deze bijvoorbeeld, die wil ik zeker opgeblazen hebben. Ah, zoveel explosies. Eentje nog? Nog eentje dan.
Oké, nou, die hebben we nou in ieder geval open. Dat is één stenen muur minder. En ik weet dat we hier heel veel van die stenen muren hebben. Ja, maar dat halen ze nog wel. Daar ben ik niet bang voor. Ik denk ook alvast eventjes een chunk hieruit gaan halen. Dus, weet je wel, anders neem eventjes degene mee die, ja. Paas erop. Oké, ik ben nou heel geconcentreerd. Nog één bom. Oké, dat was nog net genoeg. Oké, mooi. Timer die gaat. Schiet op jullie. Hoe lang nog? 7 seconden. Dat moet halen zijn. Hebben we alles in ieder geval? Hebben we iedereen? Ik zie geen Pikmin hierachter ergens. Dus volgens mij heb ik iedereen. Oké, jullie gaan hem niet lastigvallen. Kom op. 4. Oh, als dit echt... 3. 2. Yes! En zo doen we dat. Omega Stabilizer, this is the Dolphin's fin. It is a little beaten up, but it should still function. I've made great strides in repairing the Dolphin. With this, I should be able to fly again, even if I don't recover all 30 parts. De Omega Stabilizer is dus niet echt een van de parts, denk ik dan, omdat je deze message erbij krijgt. Wat dus zeg maar belangrijk is. En dat geven ze hier dus nog een keer aan. Wat eigenlijk best raar is, want het zorgt ervoor dat hij dus stabieler vliegt. Dus dan zou ik eerder zeggen dat hij wel gekwijt is, maar het is nog wel een beetje een apart verhaal. Maar goed, we hebben in ieder geval 3 parts in deze aflevering. Yes! Alleen ik snap niet waarom dat we zoveel moeite hadden met... Oké, nou in ieder geval hebben we alle 100 Pikmin hier. En de dag is ook voorbij. Nou, ik weet niet waarom dat er in één keer zoveel Pikmin kwijt waren. Volgens mij zitten we weer... Volgens mij is het gewoon standaard dat ik per dag 20 Pikmin kwijt raak. Als dat een issue is, dan heb ik echt een groot probleem. Maakt niet uit. Dat hebben we al vaak zat gezien. Wat is de schade? AD since impact. There are now only 15 parts that I still need to retrieve. Will I be able to recover the remaining parts in 22 more days? Surely, there are some parts that are not absolutely necessary. If my ship is not complete by day 30. Bleh. The only way I will find out is to try to lift off. I just recalled the day I took my son for a ride in the spaceship. He was so happy. I shall tell him of this journey when I return. And I shall return. I must. I can already see the look of my wonder on his precious face as I describe my adventures with the Pikmin. 28. Maar ja, we hebben ook heel erg veel pech gehad met Wallywalks. En het zijn altijd de rode. Altijd de rode die we dus kon kwijtraken. Nou, we hebben er 120 kwijtgeraakt. Maar ja, aan de andere kant, we hebben de meer gesprouts al te kwijt zijn geraakt. We zijn er geen hebben achtergelaten. Dus op zich, we doen het niet echt verkeerd. Gelukkig. Maar goed, we hebben dus 3 parts weer in deze aflevering voor elkaar gekregen. En nou weet ik dat er nog een baas zit. Een paar die we met een puzzel op moeten lossen. Dus ik denk dat we morgen gaan kijken of we de laatste 4 voor elkaar kunnen krijgen in de dag voor morgen. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken en ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Pikmin. Heb je een leuk momentje? Laat dat weten in de reacties. En ja, ik hoop jullie morgen weer te zien. Dus morgen voor Sneeuwvel kijken of we de laatste 4 parts kunnen krijgen. Ik dank jullie voor het kijken. Dit was Zelda Play 20 en tot morgen. Doei!